op dat ik dit jaar weer personeel moet afgeven. De zorg steeds zwaarder wordt en dus steeds met minder mensen moeten doen. Soms de volwassenen zorgvragers hebben plots geen budget meer en moeten plots weer naar huis. Als we dan met de minderjarigen ook nog tegenkomen, is dat zeker geen goede zaak. Dus wij willen van heel dat boeltje verlost worden. Nee, meer hem! Minister van Duizen! Vol die lege beurzen! Maar ze moeten dat goed weten. Dat wij als non-profit, als we te woeden, wij geven niet snel op. En wij blijven terugkomen voor elkaar totdat er goede akkoorden zijn en goede afspraken zijn. We hebben vandaag succesvol actie gevoerd. Wij hebben van ons laten horen. De sector gehandicapte zorg is vandaag strijdbaarder als ooit. We hebben geprotesteerd voor meer zorg, recht op zorg, voor een correcte financiering van onze sector. Op 7 mei komen we terug met jullie, met de ziekenhuizen, met de kinderopvang en met alle sectoren van de non-profit. En we gaan zeggen wat we van de nieuwe regering verwachten en we zullen klaar zijn voor hen. En ik roep u op, zorg dat het een massale betoging wordt. Met allemaal samen. PVF! PVF!